Deze tentoonstelling heet 100 jaar Schiphol, klaar voor vertrek. De naam zegt het al, dit gaat over 100 jaar geschiedenis van Schiphol. Het was voor ons ontzettend moeilijk om zo'n tentoonstelling te maken, want als één ding niet in het Amsterdam Museum past, dan is het een heel vliegtuig. Maar wat we wel konden was een kijkje geven achter de schermen en terug in de tijd. En een heleboel dingen om te doen. Wie wil er nou niet eens een keer die toren uit elkaar halen bijvoorbeeld? Of een stukje landingsbanen aan elkaar puzzelen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de eerste sleutels van Schiphol. Dat was de beveiliging toen. En dat kon ook nog. Echte bankjes uit de jaren 60 die op Schiphol hebben gestaan. Daar is Schiphol nog steeds beroemd om. De meest bizarre dingen die de douane op Schiphol heeft aangetroffen. Voel je even luchtverkeersleider. Een echte paspoortbalie. Daar mag je toch nooit staan? Nou, hier wel. Nou, we hebben allemaal kinderen geïnterviewd over hoe zij Schiphol zien in 2050. En niemand weet het natuurlijk, maar zij komen echt met zulke mooie verhalen. Over teleportatie en robots overal. En misschien hebben ze nog wel gelijk ook, wie weet. Ik heb hier ruim anderhalf jaar aan gewerkt met een heleboel andere mensen. Ja, en nu wordt het echt, nu gaat hij open. Jos Nijhuis is er, burgemeester van Amsterdam, Van der Laan is er. En onze directeur gaat wat zeggen. Dus ik vind het wel spannend. Deze prachtige locatie leent zich uitstekend voor die bijzondere expositie. Schiphol is van ons allemaal. En ik weet ook zeker dat we er samen een geweldige toekomst van gaan maken. Dus op, dames en heren, naar de volgende 100 jaar. Wil je meer weten over de geschiedenis van Schiphol en een kijkje nemen achter de schermen? Kom naar het Amsterdam Museum. Naar de tentoonstelling 100 jaar Schiphol, klaar voor vertrek. Tot 7 mei 2017.